Ga jij naar die rare club vanmiddag? Vraagt Stefan Fatima. Waarom zou ik? Vraagt Fatima. Je hebt toch van die reusachtige flaporen? Wat zijn flaporen? Wat gebeurt er in uw project precies? Nou, Doorstart is een project dat is voor gezinnen die behoefte hebben aan ondersteuning. In de gezinnen zijn kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. Flaporen. Als je hele kleine oortjes hebt? Oh ja. Of als je hele grote oren hebt? Een gezin vraagt een luisterend oor voor de ouder of voor het kind. Een ander gezin zegt weer van nou, het is me te druk. Ik zou het fijn vinden als iemand komt helpen met een keer spelen of een keer naar een speeltuin gaan. Of ja, gewoon eens een keer meegaan naar een instantie. Maar het kan ook heel praktisch zijn. Een keer wat dingen op een rijtje zetten dat alles veel te druk is en te chaotisch is in een gezin. Liever dat dan die konijnentanden van jou, zegt Jeff. Wat zijn nou weer konijnentanden? Oh ja, zo die grote tanden. Ja, hele grote tanden. Want konijnen hebben ook grote tanden. Eerst maak ik een praatje met de moeder en drink ik een kopje thee om te vragen hoe de week is gegaan. En of er iets bijzonders is geweest met de kinderen. Ja. En verder vraag ik ook altijd wat zij graag wil dat ik doe. Want zij bepaalt wat ik met de kinderen ga doen. Dus bij mijn gezin help ik een drieling van 6 jaar met een taalachterstand. En ik help ze met de ontwikkeling van hun taal. En verder ontlast ik de moeder, want ze heeft het met die 3 kleintjes best heel erg druk. En zeker omdat ze ook wat lichamelijke problemen heeft, ontlast ik de moeder, zodat ze wat meer tijd voor zichzelf heeft. Oké. De bedoeling is dat een gezin na enige tijd van ondersteuning van een vrijwilliger, die trouwens wekelijks naar een gezin toe gaat, is de bedoeling dat een ouder het uiteindelijk weer zelf kan. Dus dat die kracht weer die een ouder heeft, weer naar boven komt en dat ze het gewoon weer zelf kan. Deze zijn goed, hè, Kamer. Hoef je niet verder te doen. Heb je die nou 1 kleinschaar? We gaan eerst zoeken wat bij elkaar hoort. Welke plaatjes bij elkaar horen. En dan gaan we er memory mee doen. Doen jullie ook aan opvoedingsondersteuningen? Ja. Ja, je moet de vrijwilligers zijn sowieso voordat die bij mij komen of bij het gezin komen, hebben ze een training gehad van 8 dagdelen. En daaraan kaarten we ook verschillende onderwerpen aan. Hè, zoals opvoeden, hoe ben je zelf opgevoed, hoe gaat de ouder opvoeden, wat zouden vragen kunnen zijn die ouders hebben. En in die training gaan we daar dan ook op in, dat de vrijwilliger ook weet van hoe ze daarmee om moeten gaan. En ze laten dan door middel van voorbeeldgedrag of vanuit hun eigen ervaring praten ze met hun moeder over opvoeding. Kaan, draai er eens 2 om en probeer ze eens bij elkaar te zoeken. Oh, die is zich aan het wassen. Welke hoort er bij de andere? Weet je het nog uit je hoofd? Ja. Wat staat er op dat plaatje dat erbij hoort? Zo'n doekje heb je die zo snuiten. Afdrogen, hè? Afdrogen. Nou, zoek hem maar. Oh, heeft hij het nog goed ook? Heeft hij het nog goed ook? En over hoeveel gezinnen spreken we? Misschien per jaar of per maand? Of? We hebben nu een pilotperiode in Eindhoven uitgevoerd. Dat was een periode van 2,5 jaar. En heb ik ongeveer 40 gezinnen toch al bereikt. Waarvan er alweer natuurlijk een stuk of 20 zijn afgesloten. En nu is een methodiek omschreven. En nu is het ook de bedoeling dat het landelijk ingezet gaat worden. Dus op meerdere plaatsen in het land. Ja, heel goed. Dat heb jij goed onthouden. Het blijkt gewoon dat met heel weinig, dat je al heel veel kunt bereiken in gezinnen. Gewoon om de sfeer weer terug te halen in gezinnen. Een stukje ontspanning weer, wat weer terugkomt in het gezin, daar bereik je gewoon hartstikke veel mee. En ja, de resultaten zijn gewoon ook heel erg mooi om te zien. In eerste instantie zouden 2 van de 3 niet naar groep 3 gaan. Uiteindelijk zijn ze alle 3 naar groep 3 gegaan. Jij mag beginnen, alsjeblieft. Dank u. Groen. Oké. Okay.